Rood. Blauw. Paars. Rood. Roze, paars. Geel en roze. Lichtgroen, paars, donkerblauw, roze. Schilderplank, papier, een natuurspons,
verf. Liefde, licht der zon, verheldert mij de dag. De geest en kwasten. Rood, blauw, paars, rood, roze, paars, geel en roze. Een schilderplank, papier, een spons. En drie kleuren speciaal voor peuters en kleuters. Juf giet verf in de kannen. En verdunt deze met water. Ongeveer 1 op 8. De verf wordt doorgeroerd zodat het goed vermengd is met het water. Eerst wordt de plank nat gedruppeld met de spons. Dan wordt het papier er voorzichtig opgelegd. En veegt de juf er met de natte spons overheen van de ene kant naar de andere kant. Zodat er geen luchtbellen onder het papier blijven zitten. De kwast wordt in het water gedoopt en we beginnen met de eerste kleur. De kwast goed uitgespoeld en de tweede kleur. Wordt het een beetje paars? En uitknijpen. Paars, kijk, mooi paars, hè? Druppels zijn ook mooi, ja. Elke schildering wordt met een plaat en al in de droogkast gelegd. Zo kunnen de schilderingen veilig opdrogen. Een schilderplank, papier, een natuurspons en 6 kleuren verf. Groen, paars, blauw, rood. Mijn lievelingskleur is groen. En ik vind het zo mooi omdat de natuur ook groen is. Wit, groen, violet, lichtblauw, paars. Mijn lievelingskleur is blauw. Soorten schilderingen. Je hebt deze van de mens en je hebt die van de regenboog. Wat valt je dan voor verschil op, Carmelo? De regenboog heeft veel stralende papier. Poppetje vind ik ook best wel van. Eerst bespreekt de klas het werk van de vorige schilderles. Op die manier zien de kinderen hun eigen werk tussen het andere hangen en leren ze opbouwende kritiek te geven en ontvangen die ze kunnen meenemen naar een volgende schilderles en het leven. In de derde klas maken de kinderen zelf hun papier nat. Het gaat droog op de plank en wordt eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant nat gemaakt. Het mag niet doorweekt zijn, dan gaan de kleuren te veel lopen. Het papier is best kwetsbaar en moet zorgvuldig worden behandeld. Het teveel aan water wordt weer met de spons opgenomen. De kleur wordt als het ware door het papier opgenomen. De kwast goed uitknijpen.
Je ziet hoe mooi de kleuren met elkaar nieuwe kleuren maken op het papier. De schilderingen worden opgeborgen in de droogkast en zullen aan de muur hangen bij de volgende schilderles. Schilderplank, papier, een spons en 6 kleuren verf. Lichtgroen. Paars. Donkerblauw. Roze. De resultaten van de laatste schilderles. Hoe hebben we deze schildering opgebouwd? Bovenaan hebben we citroengeel gedaan. Toen we naar beneden met groen en ja, toen groen, blauw, paars, rood en toen in het midden oranje. Eerst bespreekt de klas samen het werk van de vorige schilderles. Ook in de 6e klas maken de kinderen zelf hun papier nat. Spons flink nat. Knijp hem maar lekker uit midden op het papier, zodat er een plas ligt. Het papier heeft veel water nodig. En dan dep je het helemaal nat. Zodat je ziet dat de hele tand glimt en nat geworden is. Het teveel aan water wordt met een doek opgenomen. De concentratie is groot en de klas is rustig. Probeer de kleuren zo intensief mogelijk op te brengen. Ik zie dat rood en blauw meteen helemaal tot onderaan doorgeschilderd. Dan kun je dat natuurlijk weer als basis gebruiken voor een mooie paarse kleur. Hoef je dat alleen nog maar weer met rood over te schilderen. De opdracht is moeilijker en vereist meer kleurkennis en het vermogen een opbouw te maken. Thank you.
Met een droge knepen kwast wordt kleur weggehaald en elders zachtjes ingevoegd om zo het gewenste effect te verkrijgen. Het is een techniek die van de therapeut voorbereiding vraagt, maar van de kinderen eigenlijk geen ervaring of kunde of kennis. Het papier wordt voorbereid samen met het kind. Dat is al een wonder dat dat papier nat wordt en gaat glimmen en dat het dan plakt op de onderlaag. En, nou, als je dat voor het eerst meemaakt, dan zijn veel kinderen echt van, dat kan zo. En dan is het spannende moment om de penseel in te dopen en voor de eerste keer dat blanco papier, dat maagdelijke papier, daar een streep op te zetten of een kring of een spatter of wat dan ook. En de betovering die daaruit voortkomt, de betovering van God, dat kan en dat ik dat kan, dat is feest. Als een klas dan aan het werk gaat, hè? Dus ze hebben alles opgespannen en water, nou alles is aanwezig. En dan heb je de opdracht besproken en dan gaan we dus schilderen. En dan kan er zo'n soort diepe ontspanning komen bij, nou, als ze eenmaal aan de slag gaan. Mijn eigen kinderen hebben allemaal op de lagere school van de vrije school gezeten en heel erg veel met nat en nat gewerkt. En dan was er een ongelooflijke aandacht, een verstilling en vooral ook een vreugde als het dan lukte. En verwondering, maar er waren ook wel kinderen die wilden dat het zo ging. Die ging dan niet zo, want die werd dan breder en minder fel van rood, dus zachter. En dan vonden ze niet leuk. Daar gaat het dan om bij nat en nat. Dat het de innerlijke beleving ervan heel subtiel is door het vloeiende. Door het gevoel dat je enorm veel invloed hebt op dat papier, want het gaat vanzelf. Dus je kunt overgeven, je kunt terugnemen. Maar vooral die vreugde, dat is mij echt bijgebleven. Als het mooi, het wordt heel gauw mooi. Maar zo kun je het nat in nat heel makkelijk gebruiken als instap in het kunstzinnig werk. En om een kind een beetje uit zijn verlegenheid of terughoudendheid of schuwheid te halen. Van ja, maar ik kan dat niet en ik kan eigenlijk sowieso niks of zo. Hè? Er zijn van die kinderen die toch moeite hebben om in verschijning te komen. En dan is het kunstzinnige werk en met name het nat in nat is een ideale brug. De een is heel voorzichtig en probeert in een hoekje uit. De ander plonst rood zo in het midden, strijkt het naar alle kanten uit. En na een tijdje begint het zelfs van het blad af te lopen. Je laat het gewoon gebeuren
En dan kun je altijd aan het begin van de volgende les kijken van... hoe houden we de verf op het papier? Hoe kunnen we het aanpakken? Ook als je de schilderingen zou bespreken met elkaar... dat je zegt van laten we eens kijken wat we de vorige keer gedaan hebben... dan kun je er natuurlijk op wijzen van kijk, hier is een heleboel kleur verdwenen. Waar is het gebleven? Per definitie sluit je als antroposofisch werkend arts of therapeut aan bij dat wat het kind van nature heeft en wat er in de natuur als correspondent is, als dat wat er daarmee overeenkomt. Soms is dat een metaal, soms is dat een mineraal als geneesmiddel, soms is dat een plant, kamille of belladonna of een plant wat als natuurlijk middel aanwezig is. En soms is het kleur. Dus het is aan de ene kant dat je de vaardigheden met de kinderen beoefent. Aan de andere kant ga je je verdiepen in de kleuren. Wat doet rood? Wat wil geel? Wat is het karakter van blauw? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wat gebeurt er als ik geel en blauw samen schilder? Dit ziet er op zich heel eenvoudig uit. En toch is het voor een kind al heel erg lastig om hier vanuit met geel, daar vanuit met blauw, daar in het midden een totaal nieuwe kleur te laten ontstaan. En je zou kunnen zeggen, geel schenkt, blauw ontvangt, of blauw schenkt, geel ontvangt. Zodat je de kleuren ook gaat beschrijven alsof het iets wezenlijks is. We hebben hier een voorbeeld van een kind wat 7 jaar is. En dan zie je juist die 3 primaire kleuren samen opgebracht. Vanuit het kind zouden we kunnen zeggen van... rood, actief, krachtige kleur, ondersteunt het geel en het blauw. Dat geel is hier heel stralend geschilderd, dus dat karakter komt er heel mooi uit. En blauw heeft een krachtige vorm. En als je je concentreert op het blauw, dan gaat je blik als het ware ook naar het midden. Terwijl het veel moeilijker is dat als we nu naar het geel kijken, dan wil je blik eigenlijk worden afgeleid en wordt naar buiten getrokken. Geel wil stralend zijn, maar zorgt er ook voor dat je als toeschouwer altijd afdwaalt in de periferie. En rood heeft eigenlijk een positie daartussenin. Dus rood bevindt zich zowel in het uitstralende als in een activiteit naar binnen toe. Dus je zou kunnen zeggen, rood heeft zowel een blauw activiteit als een geel activiteit. En het helpt als die kleuren niet afschrikken. Dus niet keihard zijn. Dat helpt om daar water bij te gebruiken, omdat je dan opgeloste kleur hebt die geleidelijk aan in verschijning treedt op het papier. Dan schrik je er niet van terug. Dan kun je er je mee verbinden. Dus het kind weet van de kleuren, die heeft de kleur in zich en herkent dan in dat wat hij aangeboden krijgt als kleuren. Als een opgeloste kleuren die hij van de therapeut krijgt aangeboden of van de leerkracht, herkent hij van, oh ja, dat hoort bij mij. Het gebruik van kleur voor de ontwikkeling van de jonge mens en met name ook het geestelijke, is het zich uiteenzetten met de nuance, met kwaliteiten. Elke kleur heeft zijn eigen kwaliteit. Rood is de warmtekant, maar ook de agressieve kant. Blauw meer het koele of het intellectuele. En daar hoef je niet eens over te praten, dat voelen ze allemaal aan. Dus je doet daar iets eigenlijk wat de verbinding is tussen ziel en geest. Aan deze schildering kun je zien dat het veel vaardigheid vereist om de kleuren afzonderlijk te schilderen, maar ook om op het papier te mengen. Want we mengen de kleuren niet van tevoren in potjes. De kinderen hebben 2 kleuren geel, 2 kleuren rood, 2 kleuren blauw. En daarmee kunnen ze de paarse, de groene, de oranje, de goudgele tinten allemaal zelf vanuit het proces op het papier tevoorschijn toveren. Het is ook interessant om dan daarna te zeggen tegen de kinderen, nu laten we ze in elkaar overvloeien. En dan zie je dat het er totaal anders uit kan gaan zien, omdat je in een hele andere wereld komt. Daar waar vormen zijn, daar kom je meer in een soort aardse, daar heeft alles vorm en gestalte. Maar dit is meer atmosferisch. Dit zou je kunnen zeggen van ja, bij noorderlicht of bij een zonsopgang zijn er stukjes die je aan de hemel zou kunnen waarnemen. Want het gaat echt van het een in het ander over.
Nou, de jonge kinderen beginnen zo met die drie primaire kleuren te werken. Dat wordt dan in de loop van de jaren, als kinderen 7, 8, 9, aangevuld met twee verschillende kleuren geel, twee rood en twee blauw. En die geven echt de mogelijkheid om alle kleuren die je maar kunt bedenken, om die te schilderen. En dat kunnen we in deze schildering nog zien, hoe vanuit het kleurmengen die helderheid, plezier, de zuiverheid ook van de kleuren geschilderd is. Maar het is natuurlijk ook heel interessant voor de wat ouder wordende leerling om juist zo te gaan mengen dat de grijstonen, de bruintonen ontstaan. Het kind maakt iets, is iets aan het scheppen en omdat je het zelf doet, ben je daarmee verbonden, ben je daarmee geïdentificeerd. Dus als je iets maakt en je merkt van hé, dat ik dat kan, dat ik dat in mij heb, dan is dat een prachtig moment voor een kind. En ik denk dat kinderen dan iets herkennen van, oh ja, dat wat ik maak, dat is ook in mij. Die verwantschap tussen buiten en binnen, tussen dat wat ik doe en wat ik aangereikt krijg in de kleuren, in de opgeloste kleuren op het papier. En in die zin denk ik dat de kleur, het nat en nat, ook gezien kan worden als brug voor een kind naar de buitenwereld of naar zichzelf. Want dat is in dit geval eigenlijk hetzelfde. Als de kinderen bij ons op de bovenbouw komen, dus dat is dan in de 7e klas, de brugklas, zeg maar in het regulier, dan kun je heel erg merken of ze met nat en nat gewerkt hebben. Dat ze een enorme overgave kunnen hebben. Dus dat merk je ook bij de gewone vakken. Het plezier in het creatieve hebben. Helemaal niet vragen naar het nut ervan. Het hoeft ook niet eens echt zo mooi te zijn als het maar helemaal echt is. En daar komen ze ook diezelfde dingen weer tegen als grenzen en dergelijke. En je kunt het echt merken dat ze, ja, je zou kunnen zeggen, innerlijk bewegelijker zijn. Echt warmer zijn. Ook echt kunnen genieten. In het algemeen zou je dan kunnen zeggen dat het een bepaalde flexibiliteit veroorzaakt of een aanzet is tot flexibiliteit, tot creatieve processen waarin kinderen in beweging komen en de opdrachten volgend, de kleurenleer verkennend, de techniek steeds verder verfijnend en ontwikkelend, dat daar eigenlijk een gezonde ontwikkeling voor het kind tevoorschijn komt. Vorming en ontwikkeling zijn twee kanten van de opvoeding, zeg maar. Dus dingen die er in een kind zitten, kunnen ontwikkeld worden. Wat er niet in een kind zit, kan niet ontwikkeld worden. Dus ontwikkelen heeft te maken met tevoorschijn laten komen wat er in het kind zit. Dat is een gebaar van uitnodigen. En als je het over nat en nat schilderen hebt, uitnodigen is echt wat het doet. Het nodigt uit om iets te doen. Om iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt. Aan de andere kant is het ook zo dat je een kind techniek moet aanleren. In het schilderen, in het hanteren van de penseel, in het uitspoelen van de penseel tussen de ene kleur en de andere kleur. Dus je moet ook iets aanbrengen, iets vormen, gewoontes leren. Dat geldt voor het leven, maar dat geldt ook voor het nat en nat schilderen. Dat als je niet weet hoe je een penseel moet hanteren, ja, dan wordt het toch lastig. En als je alle kleuren door elkaar doet, wordt het allemaal bruin. Dus dat is ook niet wat je wil. Dus je moet ook iets aanbrengen qua vorm, qua structuur, qua gewoonte, qua zo doen we het hier. En ik denk dat je dan samen tot een mooi resultaat komt. Nou, bij de schilderles gaat het vooral om een ontwikkeling. Omdat je stap voor stap eigenlijk werkt aan een groot plan. Omdat je op speelse manier begint met de jonge kinderen. Maar op den duur, als ze 6, 7 jaar zijn, dan komen de eerste opdrachten. En die opdrachten geven aan vanuit welke stemming of wat het thema is van de schilderles. Je gaat met elkaar bespreken welke kleuren je wilt gebruiken. Of je kleuren met elkaar gaat mengen. Of dat je ze naast elkaar neerzet. En die oefeningen die leiden er uiteindelijk toe dat je vanaf het 9e, 10e jaar onderwerpen kunt nemen vanuit de natuur, landschap, zonsopgang, tot aan dieren, mineralen, plantenwereld schilderen. Als het vak aan de orde komt, sterrenkunde, en je bespreekt ook de maan en de maanstanden, dan is het natuurlijk iets heel ingewikkelds. Hoe de maan beweegt om de aarde heen
en hoe die voor ons als volle maan eerste en tweede kwartier te zien is, dan kan dit voor de kinderen een enorme hulp zijn, als je dat op een gegeven moment kunstzinnig gaat verwerken, dat je hier de opkomende zon hebt, dat je dan weet dat deze kant van de maan belicht wordt. Bij deze schildering kun je zien hoe de zon wegzakt hier achter de heuvels. Het laatste kwartier. Dus dit is niet wit gelaten, maar ook de maan heeft weer een tint gekregen. Een wat vaalgeel. Vaalgeel en paars. Geel en paars zijn weer complementair, dus hij springt er wel heel mooi uit. Het natte nat kan een ondersteuning zijn in de puberteit, omdat het in de puberteit een gevoel van eenzaamheid kan zijn, een gevoel van leegte, van zwart of helemaal niks. En dat als je kunt putten diep uit je vezels van je cellen, zou je kunnen zeggen, dat je daar die vreugde aan die kleuren hebt beleefd, is dat altijd stilsluimend aanwezig. Wat eenmaal is aangelegd in de allereerste jaren, ook nog voor de kleuterschool, dat kun je later in de bovenbouw, zo in de hoogste klasse, als ze 16, 17, 18 zijn, ongelooflijk mooi gebruiken. En dan draait het. Dan is de innerlijke beleving van bewegelijkheid gaat dan over dat ze hun oordelen niet vastzetten of dat ze goed kunnen luisteren naar anderen of respect hebben. Dan komt er eigenlijk kleur in het bewustzijn, kleur in een ik-beleving. Waar je vanuit het pedagogische kunt zeggen, dat geeft een algemene basis om tevoorschijn te brengen, te ontwikkelen wat kinderen in zich hebben, kun je vanuit het therapeutische zeggen, dat werkt veel specifieker. Als je kijkt wat dit kind met eczeem of met oorontstekingen, wat die nodig heeft om dat wat er vastgelopen is weer in ontwikkeling te brengen, weer los te trekken. En er zijn allerlei methodes om dat te doen, met medicatie of met therapie of met gesprekken of met speltherapie. Maar de kunstzinnige therapie en met name dan het natte nat schilderen is een hele mooie eerste brug. Omdat het zo makkelijk is, omdat het zo bijzonder is, omdat kinderen zich zo daarin herkennen. Ontwikkeling is eigenlijk het werk aan levensvreugde, aan levenskracht, moed, hoop, vertrouwen. En de pedagoog mag zich eigenlijk niet zo bemoeien met het ik, dat noemen we op de vrije school het ik, dus de geestelijke individualiteit van het kind. Dat is, daar blijf je af, dat is respect, maar je maakt als het ware dat innerlijk, de ziel, zo bewegelijk en zo krachtig, dat dan je de individualiteit daar zelf mee doet wat hij wil. Dus je neemt belemmeringen weg en je stimuleert vreugde en levenskracht. Ja, het schilderonderwijs, als je dat in hele grote lijnen beschrijft, en je ziet dat leerlingen van hun derde, vierde jaar tot 18, 19 en hopelijk als volwassenen daarmee verder gaan, dan ontwikkelen ze iets vanuit die vaardigheid, die eerbied, die omgang met materialen. En ze ontwikkelen daar een bepaald aspect in zichzelf. Het is de kleurenleer, het is het meebewegen, het is eigenlijk terug te brengen tot het idee van een thema, wat je dus als het ware verwerkelijkt op het platte vlak. Dus het is een heel mooi proces van dat wat je bedenkt, dat ga je vervolgens doen. En je reflecteert op je werk, waardoor je volgende stap weer anders zal zijn, omdat je van iedere stap leert en dus in proces gaat. Nou, dat als voorbeeld voor later, waar je uiteen moet zetten met levensvragen of ideeën die je hebt. Er zijn vele ideeën, leven er in de wereld, maar ze hebben pas zin als ze ook verwerkelijkd worden. Dus het kunstzinnig onderwijs, waar ook tekenen, muziek en al die andere bewegingsonderwijs bijhoort, bevorder eigenlijk dat aspect van ik wil iets en hoe geef ik dat vorm en hoe heeft het zijn uitwerking in mijn naaste omgeving. Want iedere actie, iedere daad die je doet, die zal zijn uitwerking hebben. En dat is eigenlijk een oefenproces, als je het helemaal klein maakt, ergens in die schilderles verborgen zit. Als een soort geheim van ik bedenk iets, ik ervaar iets en dat komt daar op papier. En dat proces is daarin belangrijk. Het gaat om de kracht van op jezelf zijn in de maatschappij. Dat je goed ziet wat je kan bijdragen, wat je voor jezelf wil, wat er voor de ander is, wat de wereld behoeft. En dat je niet meeloopt met de trend of alles wat er aan verleiding is. Maar je probeert vanuit jezelf steeds te handelen.
Maar dat het individu en direct in wisselwerking staat met zijn omgeving. En als het een gezond is, het andere ook. Dat lijkt me overduidelijk. Als je een kader hebt, je een kind leert om kleurplaten in te kleuren, dan leer je hem ook iets. Dan leer je hem binnen de lijntjes te blijven. En dat is ook een vermogen in het leven, dat je binnen de lijntjes blijft. Maar als je, dan heb je het niet over ontwikkelen. Dan heb je het over leren dat hij binnen de lijntjes blijft. En dat is prachtig. Als je hem leert zich met felle kleuren uiteen te zetten, knalrood tegenover knalblauw, dan leer je hem om contrasten uit te houden. En te kijken van, kan ik daar wat mee? Is dat iets wat ik kan hanteren, waar ik mij in staande kan houden? Maar als je het hebt over ontwikkelen en over je ermee verbinden, rustig blijven ademen en je niet schrap hoeven zetten, dan denk ik, dan is nat en nat een veel mooiere techniek. Het is fijn als er in het onderwijs en thuis en in de therapie, als ze bij de dokter komen, de ruimte is van, ja, maar we hebben ook nog een stuk open gelaten. Er zijn nog gebieden waar het in elkaar overgaat, waar het nog niet vast ligt, waar het van jou afhangt, wat er nu verschijnt. En misschien wordt dat een beetje kopie, maar misschien wordt het ook wel iets wat er nog nooit geweest is. En waar we met z'n allen zeggen, oh, zo, dat is bijzonder.